This is St. Joseph Church, with full of migrants who have no shelter to stay. And we are here. This is Amsterdam. This is Amsterdam. A former church building. I am very sad to see this. My heart is aching to see an old church building. It has been occupied. This is still the occupied old church building, and all my beloved refugee brothers and sisters are staying here. There is no electricity, there is no heater. They are here suffering. People have brought food here to share. It is sad. People are struggling of life. As you can see, it's absolutely dark. There are some who are giving food. It is sad that humanity has reached so far, that we can say rich country, rich nation, and yet we are doing that. Heartbreaking. Heartbreaking. But at least an old church building is being used for something useful. Jan, heb je wat vertellen over deze actie? Ja, we zijn een aantal dagen geleden deze kerk binnengetrokken om ruimte te bieden voor de migranten die op straat zijn gezet door de gemeente Amsterdam. Ja. Die op dat moment van het ene kraakpand naar het andere kraakpand trokken. Ja. Op advies van de Krakersvereniging, Krakersstichting in Amsterdam, is er besloten om deze kerk te kraken. En de migranten als gast uit te nodigen. Dus de migranten zijn niet de krakers, maar dat is een deel van de krakersbeweging uit Amsterdam die dat gedaan heeft. En daarnaast heeft zich een groep van mensen gevormd die bestaat uit krakers, mensenrechtenactivisten, christenen, kerken, moslimorganisaties, die samenwerken om deze mensen in elk geval de komende periode te helpen, zodat zij energie genoeg hebben om zelf ook actie te voeren. Zo. En wat doet het wanneer je dit ziet? Voor jou persoonlijk? Ja, het is voor mij schokkend om te zien dat we in een welvarend land als Nederland onze winkelstraten verlichten voor de enorme kerstverkopen, en waarin ontzettend veel geld aan Sinterklaas en kerst wordt uitgegeven. Terwijl hier mensen zijn die eigenlijk niks hebben. En het mooie is, wat me wel raakt, is dat hier bijvoorbeeld gisteren besloten werd door de leiders van de migrantengroepen dat er te veel vers voedsel was. En die hebben dat gedoneerd aan de voedselbank. Oh, leuk, leuk. Ja, dat zijn mooie dingen.